Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag start ik een nieuwe serie, want wij gaan namelijk verhuizen. En ons huis is nu aan het bouwen. Ze zijn bezig met bouwen. En het wordt bijna opgeleverd. Dat betekent dat we bijna een sleutel krijgen. Dan mogen we bijna in verven en dat soort dingen. En ik ga jullie even een rondleiding geven, want ik ga nu naar het huis toe. En ik ga eerst komen wat before foto's, hoe het eerste veldje eruit zag en hoe het dus steeds meer op een huis is gaan lijken. Dus veel plezier met dat kijken, maar ik ga nu naar het huis toe. Dus ja, veel plezier met al die foto's kijken en dan zie ik jullie zo weer. Ik ben nu bij het huis. Dit is ons huis. Ik ga naar binnen, want mijn vader is al nog bezig. Ah. Dus we gaan naar binnen. Hallo. Hallo. Nou, we zijn binnen in het huis. En natuurlijk is het nog lang niet ingericht. Zit onze vloer er nog niet in. Zijn de muren nog niet geverfd. Dus het is nog niet helemaal af. Nou, we staan hier dus nu binnen. En dit is de plek waar onze eettafel gaat komen. En dit is dan wat we over hebben. Het is best, ja. En hier is zeg maar de zitkamer, de woonkamer noemen ze het dan, waar de bank zit. Dus hier komt zo de bank. Komt hier de tv. Dus dat is dit plekje. Onze open haard er al in. Volgens mij krijgen we twee. Hier komt onze keuken. En mijn vader is nu aan het schilderen daar. Ja, niet echt schilderen, maar een laagje aan het aanbrengen. En dan komt hier zo onze keuken. En ja, ik vind het wel heel erg leuk. En dan komt hier de bijkeuken. Tada! Dus hier komt zeg maar de was die we hebben opgehangen. De wasmachine, droger, dat soort dingen. En dan hier de opbergplek. Iedereen heeft wel een plek waar jullie al de eten laten, maar dan eten jullie niet. Koud of ze blijven, zoals chips, dat soort dingen. Dat is dit. Dat doen wij de bergkast. En dit is een kast voor de, de elektriciteitsketel. En dit is onze voordeur. Dan is hier onze wc. Nou, er zit nog geen wc in, maar je kan het wel herkennen. Hier komt dat ding, maar dat is ook nog niet ingebouwd. En hier de wc. Ik vraag me af wat dat is. En hier een lichtklop. Daar vraag ik niet altijd druk, dus dat gaat helemaal fout. De kap zit er wel al in. Dit is gewoon karton om het schoon te houden. Je ziet het wel goed. En dat karton zit er dus op, om nog een beetje schoon te houden. Er zit ook plastic omheen. Dus we gaan naar boven. Boven, de eerste verdieping is nog niet mijn slaapkamer. Maar ik ga wel alles laten zien. Zo. Dit is onze bad. Ja, die is er ook al. En we hebben zo'n los bad. Dat vind ik wel heel erg mooi. Dus ja, dat is ons bad. Ja, het is eigenlijk zo'n model. Hier de douche, waar we gaan douchen. Ik heb nog een shampoo er zitten. Maar ik denk dat mijn zus en ik hier geen gebruik van gaan maken. Dat komt zo nog. Hier komen wastafels. En dan hier de wc. Dat was de badkamer. Hier heb je eigenlijk uitkijk naar beneden en naar boven.
Dan staan hier allemaal dozen in deze slaapkamer. Dit is de slaapkamer van mijn zusje. Oh, hier heb je trouwens, uitkijk, hier met zo'n dakraam heb je hele mooie licht. Dit is de trap naar boven, maar daar kom ik zo op. Dit is de slaapkamer van mijn ouders. En ze krijgen een inloopkast. De trap zou hebben. Nou, dit wordt voor ons best een speciaal hoekje. Het is nog niet echt klaar, maar hier komt onze inloopkast. Nou, het is geen inloopkast, maar het is een best een grote kast. Voor mijn zus en ik. Daar gaan we planken in doen en daar kunnen we allemaal kleding in doen. Maar de rest van onze kleding, dat doen we nog in onze eigen kamer. Hier komt, onze apparatuur, ja, de ketel. Dan krijgen we hier, ja dames en heren, hier krijgen we gewoon onze eigen badkamer. En er zit hier een wc. Hier komt de wasbak. En dan is dit de douche. En hier heb je uitkijk naar beneden. Je moet mijn mobiel niet laten vallen natuurlijk. En dit is de slaapkamer van mijn zus. Het is echt wel een mooie slaapkamer, vind ik. Zij heeft ook heel mooi uitzicht. We hebben allebei een dakraam. Maar dan, ja, dames en heren, het leukste dingetje van het huis. Natuurlijk mijn slaapkamer. Dit is mijn slaapkamer. Lijkt best wel die van Floren, alleen hij is volgens mij iets kleiner. Ja, hij is iets kleiner. En ik heb helemaal zin om het in te richten. Ja, en ik ga hier dus, hier gaat het allemaal gebeuren. Ik ga de slaapkamer oppimpen in deze serie. En jullie hebben al de reeks van het huis gezien. Hoe het nu uiteindelijk is, vind ik echt heel vet. Ja, oh, ik vind het zo cool. En ik denk dat ik nu heel even buiten, ga ik helpen. Want daar komt onze tuin natuurlijk. En ja, daar ga ik even mee helpen. Dus ik neem jullie lekker mee. Dus laten we beginnen. Nou, ik ben een beetje aan het helpen in de tuin. Alleen op de ene kant is het heel moeilijk. En dan moet ik alle viezigheid, alle steentjes, moet ik op een hoopje doen. Alleen één hand wil niet lukken. Zo, daar. Zo. Dus hout liggen. En uiteindelijk. Uiteindelijk moet alles daarin. Daar komt. Oh my god. Heb ik hem nou kapot gemaakt? Dit overkomt bij ook alleen maar, hè? Oh wacht. Ja, mijn oor vind ik kapot gemaakt. Oké, er ligt een nieuwe sleutel geweest. Ja, een nieuwe. Oh, dat heeft deze kapot gemaakt. Tweede poging. Nou, dit was dan het eerste deel. Sorry voor die echo. Ik hoop dat jullie dit een leuke serie vinden. Er komen dus nog meer delen. Bijvoorbeeld naar de IKEA gaan voor meubels. Dat soort dingen. Dus doe een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dit soort series niet wil missen. En ik heb ook nog andere leuke video's. Dus abonneer zeker. Doei doei!